De Almeerse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland vindt het triest en betreurenswaardig dat de lockdown tot 2 maart is verlengd. Ik moet zeggen, als je over de afgelopen 12 maanden al zoveel maanden dicht bent en nu wederom weer verlengd wordt. Ja, het is triest voor ons als bedrijf. Kijk hoe mooi we hier hebben. We zijn helemaal leeg, terwijl we eigenlijk elke avond hadden we hier volle bak moeten kunnen draaien. En dat is niet alleen voor mij, dat is voor alle horecabedrijven in Almere, maar ook in Nederland is dit gewoon een, natuurlijk een ramp aan het worden. Van der Meer is eigenaar van Brasserie Bakboord in Almere Haven. Mensen kunnen bij hem eten bestellen en afhalen. Vooral in het weekend loopt dat goed. Maar hij is net als andere horeca-ondernemers hard getroffen door de coronamaatregelen. Je moet je voorstellen, als, wij zo meteen, als het 15 maart is. en je kijkt dan naar 15 maart terug, de allereerste keer dat we gingen sluiten. dan zijn we zeven maanden dicht. Dat is, dat is verschrikkelijk. Dat is voor je personeel verschrikkelijk. Dat betekent dat je op een gegeven moment afscheid moet nemen van mensen. Uh, je moet je eigen uh, middel gaan, aan, uh, aan, uh, gaan gebruiken om, om de gaten te kunnen vullen. Dat, dat is niet niks. En bij Bakbord best wel een gezond bedrijf, gelukkig. Maar ik weet dat er ondernemers zijn die hebben een tweede hypotheek op hun huis genomen op de meerwaarde. Waar ze ondertussen hun rekening mee aan het betalen zijn. Die hun auto verkopen omdat ze geld nodig hebben om de huur te kunnen betalen. En deze mensen, voor die groep die steeds groter en groter aan worden is in Nederland, is het straks een ramp. Dat kan echt desastreus uitpakken. En dat betekent dat er een heleboel mensen soms hun bedrijf kwijt zijn. Wat Van de Meer betreft zou de overheid onderscheid moeten maken tussen horecazaken die wel en geen ruimte hebben om hun gasten coronaproof te kunnen ontvangen. Er is wederom, en dat gebeurt elke keer weer, er is geen plan. Wij zouden graag willen zien, als je 3500 besmettingen hebt mag dit. Als het 2500 besmettingen zijn mag dat. Als er 1500 besmettingen zijn is dit mogelijk. Maar we weten helemaal niet, het is een zwarte, donkere tunnel waar we nu in zitten en er is geen lichtpunt. En dat is slecht als ondernemer, maar het is ook slecht voor je als mens dat je in deze situatie moet opereren.